In deze aflevering rijden we door de laatste twee Baltische staten met een nieuw doel in het vooruitzicht. We lopen over een heuvel met meer dan 50.000 kruisen en bezoeken het mooiste kasteel van Litouwen. We zijn in Letland. Gisteren zijn we vertrokken uit Estland. En het lijkt hier op dit moment wel herfst. Afgelopen week heeft het mega veel geregend en alle sneeuw die is eigenlijk compleet verdwenen. En daarom gaan wij dus ook ongeveer 1200 kilometer naar het zuiden reizen. Naar het Reuzengebergte. En onderweg zullen we een paar keer stoppen. Gewoon om wat leuke dingen te bekijken. Vandaag zijn we in Riga, in de hoofdstad van Letland. Want deze meid is jarig. Yay! Yay! Wat gaan we doen vandaag? Gebak opzoeken. Gebak opzoeken, ja. Yeah. Een heel goed plan. Maar eerst eens even bij een markt kijken. Kijken of we nog lekkere groentes kunnen scoren. Ja. En dan even de stad in. Ja. Buiten worden er groenten, souvenirs en andere producten verkocht. De markthallen van Riga bestaan uit 5 grote hallen die gemaakt zijn van oude zeppelinloodsen uit de Eerste Wereldoorlog. Deze vormen een overdekte rij waar veel vlees, vis, brood en lokale lekkernijen worden verkocht. Deze markthal is ook wel te vergelijken met een bazaar zoals wij dat in Nederland kennen. Alleen toen we binnenliepen bij het eten, werden we vriendelijk verzocht om niet te filmen met deze grote camera. Mocht wel met de telefoon. Ja, maar blijkbaar dus niet met een andere camera. Geen idee waarom. Na ons bezoek aan de markt zoeken we de oude stad van Riga op. Hier lopen we door de mooie straatjes langs oude kerken en gebouwen waarvan sommige uit de 13e eeuw stammen. Als we een kort bezoekje doen aan een stad, zoeken we direct even de oudste gebouwen en de leukste straatjes en de mooiste kerken op. We zijn niet heel erg van de steden, maar een half dagje er doorheen lopen vinden we altijd wel heel erg leuk. Riga is tot zover ook wel mooi. En dit is het vrijheidsstandbeeld. Het vrijheidsmonument van Riga is gebouwd tussen 1931 en 1935 tijdens de eerste onafhankelijkheid van Letland. Het Nativity-kathedraal met zijn gouden koepels is toch wel een van de meest opvallende gebouwen in de stad. Gefeliciteerd. Dankjewel. Dat was Riga alweer. En dus ook Letland. We rijden weer door. Op naar het volgende land. We merken dat de wegen in Letland toch wel een stuk minder goed zijn dan dat ze in Estland waren. Toen was het ineens weer wit om ons heen. We staan in Litouwen en hier hebben we vannacht geslapen. En dat heeft hier vannacht weer gesneeuwd, dus alles is weer wit. Dat hadden we ook niet verwacht. Maar we zijn hier bij de Heuvel der Kruisen. En dit is een heuvel waar al meer dan bijna 200 jaar kruisen worden neergezet. Er staan naar schatting al 50.000 kruisen op deze plek. Het ziet er in ieder geval super bijzonder uit. We gaan eens even rondkijken. Thank you.
echt een heel vreemd landschap om hier om overheen te lopen. Tot op de dag van vandaag worden hier nog steeds kruisen geplaatst door katholieke pelgrims. Er zit hier ook een klooster vlak naast. Het is een heel apart uitzicht. We staan hier vlak bij de hoofdstad van Litouwen, bij Vilnius. En het heeft vannacht weer gesneeuwd. Het ligt ongeveer 5 centimeter weer erbij. Maar het dooit nog steeds, dus het verdwijnt ook alweer gauw. We staan hier omdat hier het geografische centrum van Europa is. En er zijn meerdere landen die claimen dat ze het centrum van Europa zijn. Het feit dat dit al een discussie is waar het centrum om is. En dat het in meerdere landen ook zo'n punt is. Ja, dat is wel een beetje verwarrend, vinden wij. Maar goed, het is een mooi monument. Volgens mij was het nog lopen. Ja, daar ook. Kijk, dit zijn de punten. Nou, hier is een windroos zichtbaar onder de sneeuw. Dus we doen ons best die even zichtbaar te maken voor jullie. Die punten hier. Hij is echt mega glad. Wat is het? Ik maak dat toch schoon? Dan lopen jullie weer overheen. We missen nog delen. We kunnen wel helemaal schoonmaken. Dit hoort er toch ook bij. Wat is dat? Ik weet niet wat het is. Juist, dat dus. Hebben we de windrichting ontdekt? West, zuid, oost, noord. Het is zo glad, joh. Noord. Prachtig. Nou, weten we dat ook. Ja. Nou, wat verwacht je dan? Ja, gewoon sneeuw. Doe jij het maar. Nee. Nou ja, dit is de steen die het middelpunt A markeert. Er staat ook nog wat op. Geographic Europos Centras. We besluiten een kort bezoekje aan Vilnius, de hoofdstad van Litouwen, te doen. We vinden een parkeerplekje vlakbij de oude stad en lopen in een uurtje langs de meest bekende plekjes. Het centrum staat vol met oude kerken en kathedralen. Ook lopen we langs oude verdedigingswerken, zoals het bastion in de oude stadsmuur. De laatste stop in Litouwen is het kasteel van Trakai. Dit prachtige kasteel in het Nationaal Park Trakai staat op een eiland in het meer. Het kasteel is via een brug te bereiken en in het kasteel is nu een museum waar je de geschiedenis van het kasteel kan bekijken.
In de volgende aflevering vervolgen we onze reis naar de bergen, dwars door Polen. Hier weten we onze eerste slaapplek helaas niet helemaal te bereiken. Bedankt voor het kijken en tot volgende week!